Ik kom vandaag de appendages inpakken, waaronder de pompen, de kranen, de afsluiters die ik ingemeten heb een paar weken geleden. De doelstelling van het sportbedrijf is om in ieder geval in 2025 50% CO2-reductie te behalen ten opzichte van ons startjaar in 2018. Daarvoor nemen we diverse maatregelen om energie te besparen. Door het toepassen van isolatiematrassen besparen wij op ons gasverbruik en daardoor ook op onze CO2-uitstoot. De leidingen op zich worden wel standaard meegenomen met de bouw. De appendages worden niet meegenomen. En dan komen wij het laatste puntjes op de i zetten om het toch compleet dicht te maken. Dat betekent dat er een besparing wordt gerealiseerd op het hele warmtegebruik. Dat isoleren wij met een soort matras, een soort jasje. Dat is voorzien van isolatiemateriaal, dat is op maat gemaakt. Dat is nodig omdat het warmteverlies zodanig is dat er wel wat geld bespaard kan worden. En dat ook voor de toekomst minder CO2-uitstoot is. Isolatiematrassen vraagt eigenlijk om een kleine investering. Die we als sportbedrijf ook binnen 2 à 3 jaar terugverdiend hebben. In eerste instantie komt er iemand van ons bedrijf langs voor een inventarisatie te maken met de warmtecamera. Daarna kom ik om het exact in te meten. Dan ga ik dat inleveren bij ons op de werkplaats, waar het in de computer wordt uitgetekend. Aan elkaar wordt gestikt. En zo verder wordt geproduceerd, zodat het klaar is dat ik het weer mee kan nemen. En dat ik het hier kan monteren. Er wordt daarna weer een fotorapportage gemaakt, zodat er een voor- en na-rapportage is. Van het hele systeem, dat alles mooi afgesloten is en dat de besparing kan gaan beginnen. De isolatiematrassen zijn heel makkelijk toepasbaar en daardoor tijdens werkzaamheden of calamiteiten heel makkelijk te verwijderen, maar ook weer heel makkelijk terug te plaatsen.